Mag ik iedereen uitnodigen bij de officiële opening van het bezichtigen en mee op de foto gaan met de replica van de T-Rex. Dat gaat hier achter gebeuren en de officiële opening die wordt gedaan door Peter Rijntjes, directeur bij Naturalis, en Frank de Wit. Ik werk daar, in het stadhuis. En wij hebben begrepen dat de Tyrannosaurus, zeg ik het zo goed? Nee, hè? Tyrannosaurus Rex. Dat is hem. Dat die blijkbaar gevonden is in Amerika, dat ze niet alleen hebben bedacht om die naar Nederland te halen, maar zelfs hebben bedacht om die naar onze mooie stad Leiden te willen halen. En ik moet zeggen, Peter, wat bijzonder dat jullie dat willen doen. En wat bijzonder dat die dan straks in onze mooie stad komt. Dus laten we het vooral aan iedereen doorvertellen dat er nog geld nodig is. Laten we elkaar helpen en laten we nu alvast gaan genieten van deze speciale T-Rex. Dus Peter, geweldig dat jullie dat willen doen en ook willen laten zien aan onze mooie stad. Frank, dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Leiden heeft een van de mooiste binnensteden van Nederland. Leiden is de kennisstad van Nederland. En een van de belangrijkste kennissteden in de wereld op het gebied van biodiversiteit, op het gebied van de natuur. Wij hebben met een ploeg uit Amerika en met een aantal Nederlandse paleontologen is het ons gelukt, als eerste in de geschiedenis ooit, in Amerika een Tyrannosaurus Rex te vinden die buiten de Verenigde Staten terecht kan komen. En waar is het logischer dat deze Tyrannosaurus terechtkomt dan in de stad van onder andere Kamerling Onnes? In de stad waar al dat prachtige erfgoed door al die wetenschappers over de eeuwen verzameld terecht is gekomen. Die Tyrannosaurus Rex is een cultureel erfgoed. Het staat voor datgene waar ik als jochie van 5, 6 zo verwonderd door werd. Dat mythische figuur die destijds in een tijdperk waarin hele grote en hele kleine dieren leefden, de macht had. Die aan het vechten was om te eten van planteneters. Maar die planteneters werden steeds sterker en groter. Die kregen stekels op hun staart. Die kregen platen. Die kregen punten op hun neus. Triceratopsen bijvoorbeeld. Zelfs 3 punten. Om maar die Tyrannosaurus Rex van zich af te krijgen. Maar die Tyrannosaurus Rex die evolueerde en werd steeds sterker en sterker. En dat heeft zoveel verhalen, brengt dat met zich mee. Wie kent niet Jurassic Park? Straks in de bioscoop Walking with Dinosaurs. Op het RTL straks het Dino-journaal 4 dagen lang. Die willen we heel graag in Leiden laten zien. Die Tyrannosaurus Rex. We zouden het geweldig vinden als jullie met ons dit mogelijk willen maken. Door gewoon een tientje over te maken. Door in actie te komen in de straat of school. Door het tegen je buren te zeggen. En gewoon 1 tientje te doen. En ga met de T-Rex op de foto. En samen met Bo. En Bo is voor ons heel bijzonder. Want Bo heeft als eerste, liet hij ons weten, ik wil een tientje, ik wil een bedragje overmaken. En ik wil in actie komen. Want ik ben gegrepen door die wereld van de dino's. En ik vind die Tyrannosaurus Rex zo prachtig. En Bo heeft eigenlijk gezorgd dat wij bedacht hebben dat we deze actie zijn begonnen. Ik vraag een heel luid applaus voor Bo. En wat ik als openingshandeling wil voorstellen is om met de wethouder, met Frank, met Bo en met jullie allemaal hier op de foto te gaan bij die gigantische bek van de Tyrannosaurus Rex. En ik daag u allemaal uit om te vergelijken hoe groot uw grootste tand is in vergelijking met de grootste tand van de Tyrannosaurus Rex. Een beetje zo. En hoeveel keer is dat meer dan je, eigen tand, denk je? Ik denk 10 keer. Het is nog veel meer. Dat weet ik niet. Het is bijna 34 keer de lengte van je eigen tand. En weet u wat zo bijzonder was aan die T-Rex? Die T-Rex die had niet alleen die hele grote tand, maar hij had ook een kaaksysteem. De kracht van 5 auto's tegelijkertijd, waarmee die tand naar beneden kwam. En dat was dus de reden dat hij tegen al die geharnaste dieren opkwam.
En dat is hem dan, de replica van de Tyrannosaurus Rex. Voor een tientje kan je ermee op de foto. En dan krijg je zelfs een certificaat van eigendom. Want dan word je een klein beetje eigenaar van het echte skelet. Dat momenteel nog in Montana ligt in de Verenigde Staten. Maar wat Naturalis graag naar Leiden wil halen. Daarvoor is 7, misschien wel 8 miljoen euro nodig. 1 miljoen daarvan willen ze ophalen met deze actie. Een tientje voor T-Rex. En als je iets meer geeft dan een tientje, bijvoorbeeld 20 of 30 euro, dan krijg je ook een cap of zelfs een t-shirt. Een Tyrannosaurus Rex t-shirt. Omdat alle kleine beetjes zelf wordt er ook gecollecteerd. En dat doet Bo, de bedenker van deze hele actie, een tientje voor T-Rex. Want hij was de eerste die Naturalis belde toen hij op het jeugdjournaal zag. We zijn bezig om dat skelet op te graven en die willen we graag naar Leiden halen. En daar hebben we heel veel geld voor nodig. Toen zei hij, ik wil in ieder geval wat gaan betalen. En hij betaalde 15 euro van zijn zakgeld. En nu was hij daarom vandaag aanwezig bij de onthulling van de replica hier op het Stadhuisplein in Leiden. Waar iedereen dus voor een tientje met T-Rex op de foto kan.